gaat goed. Het gaat zeker goed. Geschrokken wel, denk ik. Ik was meer verbijsterd dan ik was geschrokken. Het was vol in Waalwijk. En plotseling kwam daar iemand naar voren die zijn betoog wilde gaan doen. En ik merkte al gauw dat het mensen waren die hun zegje wilden doen. En ze kwamen met Palestijnse vlaggen en met enorme beschuldigingen over het feit dat ik terroristen was, dat ik medeplichtig was en noem maar op. Hele nare en agressieve beschuldigingen. Ja. Dus dat is wat er gebeurde. Uw kleinzoon dient in het Israëlisch leger. Dat is een van de redenen waarom u doelwit was, toch? Het is in dat tijd... Natuurlijk praat ik over mijn kleinkinderen, omdat ik van ze hou. Zoals iedere grootmoeder of oma dat doet. Mijn kleinkinderen zijn dienstplichtig. En het eerste optreden van mijn kleinzoon, dat was op 7 oktober. Die verschrikkelijke dag die iedereen zichzelf al kan herinneren. Waarop er op onmenselijke manier mensen vermoord zijn. En baby's in ovens zijn gegooid, et cetera. Die ochtend is mijn kleinzoon opgeroepen om op te treden in het leger. Een jongen van 19 jaar, bijna 20, die nog geen ervaring heeft. En die plotseling voor deze gewelddadige mensen, tegenover deze gewelddadige mensen stond. En mensen heeft gered uit de handen van deze Hamas-leden. En hij is toen in zijn buik geschoten. En hij is aan de dood ontsnapt. Dat is eigenlijk het verhaal wat ook wel in het nieuws gekomen is. Als dat een aanleiding zou kunnen zijn voor mensen om binnen te komen in een theater en mij te beschuldigen van genocide en mij te beschuldigen als moordenares, dan denk ik van ja jongen, zoek jullie heil ergens anders, maar echt niet bij mij.